Hanne Verbrugge moest dringend rust nemen wegens haar zwangerschap. Daardoor heeft Studio 100 besloten om een vervanger te zoeken voor de opkomende shows. Uiteindelijk hebben ze gekozen voor Diede, die als vierde eindigde in de talentenjacht K2 zoekt K3. Toch kwam er al snel heel wat commentaar op deze beslissing. Zo vinden fans het niet oké dat het publiek betaalt met de verwachting dat ze Hanne, Marthe en Julia zullen zien, maar dan ineens een optreden met Diede krijgen. Bovendien vragen ze zich ook af waarom Amy en Sylester niet gevraagd werden. Blijkbaar zijn zij helemaal niet ingelicht over deze. Toch staat de beslissing van Studio 100 vast, want Diede trad vandaag al voor de eerste keer op met K3 in Nederland. Julia deelt nu op haar Instagram-verhaal een foto van achter de schermen. We krijgen Julia en Diede te zien met een grote glimlach op hun gezicht. De kop is eraf. Helemaal trots, schrijft ze. Dat zit dus.